Wij gaan praten met Stef Heijnen, bakker. Klopt. Wat is je beroep? Ik ben theatervormgever en regisseur. Ja, en waar ben je regisseur? Ik doe dat op verschillende verenigingen. Amateurverenigingen, middelbare scholen en bij orkesten. Ja, even over die amateurverenigingen. Jij doet veel musical regie ook. Klopt, ja. En er is jaarlijks een amateur musical award uitreiking. Klopt. Dat is het hoogtepunt van het jaar, als je het mij vraagt. Want al die mensen worden enorm krijgen veer in hun kont. En het is een ontzettende leuke bijeenkomst. Ja. Juryvoorzitter is Jacques Dancona met nog een heel groepje mensen. Ben je genomineerd? Heb je prijzen gewonnen? Ja, nou prijzen nog niet. Wel 4 nominaties. 2 op de longlist en 2 op de shortlist. En wat is de shortlist nominaties geweest? Dat was voor musical Aida van het Zaland Lyceum voor beste decor en beste vrouwelijke hoofdrol. En het Zaland College is Zaandam. Zaandlands Lyceum. Ja, dat is Zaandam. Ja, klopt. Dus dan maak je daar een musical voor. Ja. En dan ben je genomineerd voor 2. En de kinderen natuurlijk. Hè? De kinderen, kids, maar goed, er zit toch iemand die dat ook een beetje stuurt. Ja. En een andere nominatie was? Beste decor en beste vrouwelijke hoofdrol. Dus, en dat was voor Aida? En dat was hem. Oh, dat was hem. Ja, oké. Maar ik begreep dat jij nog steeds bezig bent. Je bent nu ook met een musical bezig. Klopt. Ik werk nu aan Bovenkamers, de musical. Dat is een nieuw project. En nou, nu coronacrisis, alles heeft stilgelegd. Heb je 100% creativiteit en focus om dat nu aan te zwengelen. Maar waar doe je dat? Dat is bij Stichting Musical Opera, een nieuw productiehuis. Waar? Ook uit Ozaan, waar ik vandaan kom. Met Lucas van der Hut als schrijver en Frank Grijsing voor de muziek. En Ellen Evers die gaat daar een hoofdrol in spelen. Ellen Evers? Dat is een tipje van de sluier die ik vast kan oplichten. Anastasia ligt stil, daar speelt ze een prachtige rol in. Klopt. Dus ze gaat nu naar het Zaandam toe. Ja. En Bovenkamers, leg eens uit, waar gaat het over die musical? Bovenkamers gaat over 6 personages. Een moeder, een vader, een zoon, een dochter, een psychiater en een beatnik. Het speelt zich af in de jaren 50 in Amerika. Wat is een beatnik? Een beatnik is een beetje een ouderwetse hippie met lange haren. Oh ja, daar lopen heel veel voor rond hier. Dat heb je tegenwoordig natuurlijk. Ja, dat is een oude term voor iemand die gewoon lekker creatief en een beetje tegen de maatschappij aantrapt. En we volgen die 6 karakters op hun weg door hun leven met al hun ups en downs. En in een plot twist komen we achter bijzondere verwendingen. Dat toch blijkt dat het familie van elkaar schijnt te zijn. En je moet maar komen kijken volgend jaar om de afloop. Want wanneer is de première gepland? Nou, gepland als alles goed gaat, mei 2021 in CC Amstel. En ben je nou aan het repeteren of aan het schrijven? Nee, we zijn nu, het schrijfproces is afgelopen, de muziek is gecomponeerd. We zijn nu bezig met de arrangementen met Robert Stoop. En we gaan hopelijk in april volgend jaar repeteren. Maar nou geef jij heel goed aan eigenlijk de keten van waar cultuur om gaat. Want het begint met een idee. En wie is met het idee gekomen? Van Bovenkamers is dat Lucas geweest, die 5 jaar geleden bezig was met operetten schrijven. En die zei, ik wil wat meer met musical doen. En toen is dat idee dus van Bovenkamers. Dus die begint te schrijven? Ja. Die betrekt jou erbij? En Frank als muzikant. Componist. En dat zijn we nu al 2 jaar mee bezig in het proces. En omdat hij dat dacht, dat breidt zich nu uit. Hoeveel mensen hebben nu met deze productie te maken? En met Bovenkamers op dit moment nog 6, omdat we in het creatieve schrijfproces zijn. En uiteindelijk worden dat er 20. Ja, ja. Moet je kijken hoe dat gaat met cultuur. Je begint met 1 idee en opeens zitten er nu 20 mensen waarschijnlijk hebben dan over een jaar hopelijk hun première en mogen het spelen. Ja. En hoe gaan we dat doen met zingen? Begrijp je dat de 8 meter nu tussen moet zitten? Dus moet je eigenlijk... Waar ga je doen, de première? Waar was CC Amsterdam. Ja, dan moet je nog een extra zaal zien nemen. Ja, je denk zingen. Ik wel. Ja, dat is natuurlijk niet haalbaar. Op het moment dat je 1,5 meter op toneel bent als acteur... Ja, het is geen contactberoep. Ja, maar dus zingen is 8 meter. Ja, daarom. Dus dat is niet haalbaar. Dus we moeten naar een moment dat we gaan zeggen... genoeg is genoeg. Acteurs en dansers en zangers zijn contactberoepen. En wat houdt contactberoepen in voor de leek? Nou, dat je dus dichter bij elkaar mag komen, net zoals visagier of een kapper. En dat je dus wel een intieme liefdescène kan spelen. Of dat je wel mag dansen, een duet kan doen. Want op 8 meter is dat niet haalbaar. Nee. Dat gevoel van die show moet je overbrengen op het publiek. En hoe ga je dat doen? Stel je voor dat het niet gaat gebeuren, dat wij geen contactberoep worden. Dat geen contactberoep wordt. Hoe ga je dat dan oplossen als regisseur? Dan moeten we toch gaan kijken om de show te gaan herschrijven. En toch het verhaal te gaan aanpassen. En dat is niet wat je wil als maker. Nee. Je wil het verhaal in de essentie brengen. En die emotie overbrengen op het publiek. Dat wordt lastig. Dat wordt heel lastig. Ja. Hey, en wat zou je willen eigenlijk nu? Je bent nu theatermaker. Je bent bezig met een voorproces voor een nieuwe musical. Wat zou je willen? Op het moment dat je naar cultuur kijkt, is het heel breed. Het gaat van musea tot theater tot kunstenaars. En ik wil wat meer begrip over wat er allemaal bij komt kijken als je naar een voorstelling gaat als publiek. Dus ik probeer een kijkje in de keuken te geven van het maakproces. Hè, van 1 idee tot 20 mensen. Maar ik werk ook bij verenigingen met orkesten. Daar zitten 60 mensen op toneel, 800 mensen in de zaal. En dan weer 40 man techniek. Jeugdvoorstellingen waar ik aan werk. Waarbij je het zaadje plant en uiteindelijk dat iemand op de Codarts Academie in Rotterdam terechtkomt. Dus het kan met iets heel kleins beginnen als idee.
en uiteindelijk een gigantische impact hebben op de maatschappij. En dat wil ik hier vandaag kenbaar maken. Dat het talent ontdekt moet blijven worden. Talent moet ontdekt blijven worden. Je moet creatief bezig blijven zijn. Je moet verhalen blijven maken. En dan is die 1,5 meter samenleving op het toneel gewoon niet haalbaar. Nee, nee. Laten we hopen dat het heel snel een contactberoep wordt. Dat hoop ik ook. Heel veel leuker. Ja. Ik heb een contactberoep, dus heerlijk, gezelliger. Ja. Namens hoeveel mensen? Ga je namens 20 mensen tekenen? Nee, eigenlijk veel meer. Ik heb geteld alle verenigingen waar ik bij zit. Alle orkesten die ik regisseer en alle producties waar ik vormgeving heb gedaan... zijn goed voor 280 Jeetje. Mensen. Jeetje. Ja, het gaat helemaal niet over hoeveel, maar lekker veel. Ja, 280 ga je tekenen. Ja. Nou, doe je best, zou ik Dank zeggen. Dank je wel. 280 man gaan tekenen, Stef Heijnenbakker. En niet alleen Zaandam. Ik denk toch niet alleen in Zaandam, die 280 mensen? Amsterdam en Purmerend. En Purmerend. Ja, die wordt snel getekend voor die 280 man. Heel erg bedankt. En succes met alles. Cultuur in actie. La, 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 la.